Hoe ervaart u uw privéleven? Kijk, als ik hier in de Tweede Kamer naar bijvoorbeeld naar dit interview toe loop en daar lopen beveiligers mee. Het hoort er bijna bij, zou ik bijna willen zeggen. Het went nooit, maar het stoort me niet meer. Maar privé wel. Als je privé dingen doet, wat je ook doet, er zijn altijd heel veel mensen omheen. Je moet altijd alles van tevoren plannen. Je moet dagen van tevoren zeggen als je iets wilt doen. Dus alles moet geregeld worden en je bent nooit alleen. En dat is iets wat ook nooit went. En vooral niet als het je privéleven betreft. Of ik nou op vakantie ga in Drenthe of naar Thailand. Er gaan altijd mannen mee. En als ik ga zwemmen, zwemmen ze mee. Of vrouwen. Ze zijn er altijd. En als ik een keer wat wil gaan wandelen, dan moet ik het een dag van tevoren aangeven. En waar. En ik mag het aan niemand vertellen. En als ik een stukje wil fietsen, dan word ik met de auto ergens naartoe gereden wat niet in de buurt is. En het is gigantisch ingewikkeld. En voor werk maakt me dat niet uit. Want dat hoort er nou eenmaal bij. Maar privé is dat wel heel iets wat je... Nou, ik zeg altijd dat je je ergste vijand niet gunt. Nee. Want welke ideeën je ook hebt, of je nou links, rechts of weet ik wat van ook bent, je moet gewoon kunnen zeggen en vinden wat je wil en niet moeten worden bedreigd. En helaas zien we nu in Nederland, ik ben niet de enige, dat heel veel mensen helaas in toenemende mate, of het nou journalisten zijn of politici, worden bedreigd. Dat is heel erg slecht. Maar u praat er nog relatief luchtig over. Is het niet heel frustrerend ook? Nou weet je, ik heb het al bijna 14 jaar. Dat is, ik kan me bijna niet meer herinneren hoe het was daarvoor. Ik heb, mijn vrouw hebben het altijd over de periode de ervoor en daarna. En heel veel mensen weten niet wat we bedoelen. Wat we bedoelen, als iemand zegt van ja, jullie waren toch ooit in Cuba geweest, dan zeggen we ja, dat was in de periode ervoor. Dat betekent dat het langer dan 14 jaar geleden was, toen we nog echt vrij waren om dingen te kunnen doen. Dus het is niet, kijk, ik kan ook niet iedere dag depressief en met zwaarmoedig, met een gewicht op mijn schouders, mijn werk doen. Dan zou ik niet meer kunnen functioneren. Dus ik ben daar niet luchtig over, maar ik heb wel geleerd om gewoon te kunnen functioneren. Om mijn werk te doen, om politicus te kunnen zijn. En toch ook dingen te kunnen doen in je vrije tijd. Er zijn ook wel periodes geweest dat je dat niet doet. Dat je vanwege de beveiliging dingen laat. Dat je jezelf half opsluit. En dan zijn er weer periodes dat je zegt van nee, dat kan niet. Ik ga toch wel dingen doen. En dat fluctueert. En uw vrouw, hoe ziet die erin? Hoe vindt zij het? Ja, voor haar, ik vind dat zelf voor de mensen die er eigenlijk niets mee te maken hebben. Die hebben zelf niets gedaan of niets gezegd of geen film gemaakt of uitspraken gedaan of cartoonwedstrijden georganiseerd of weet ik wat dan ook. En toch hebben ze er last van. Dat vind ik zelf nog erger. Ik denk dat ik, net als ieder andere politicus, het niet verdien om bedreigd te worden. Niemand verdient het om bedreigd te worden. Maar het is wel om wat ik heb gezegd. En voor de mensen die je lief hebt en er toch last van hebben en die dat niet hebben gedaan, is het natuurlijk extra zwaar. Lijkt me heel, heel bizar. Zou u het nog anders willen? Willen, absoluut. Morgen. Alleen ik weet dat waarschijnlijk niet zal gebeuren. Want het is niet die belhamer op de hoek die een steenhamer gooit. Maar het zijn organisaties als Al-Qaeda en de Taliban die me op allemaal lijsten hebben gezet waar je ook niet meer zo snel van afkomt. Dus ik hoop wel dat ik er ooit van afkom hoor. En nogmaals, hoe eerder hoe beter. Maar ik ben reëel genoeg om te weten dat dat niet op korte termijn zal zijn als het al zal gebeuren. Wat mist u eigenlijk het meest van de periode van daarvoor? Ja, de simpele dingen. Gewoon de dingen waar mensen niet bij stilstaan. Als ik op vakantie ga, normale mensen gaan dan meteen naar het strand of naar een museum of weet ik wat. Ik ga altijd meteen boodschappen doen. En liefst in een orde waar zo min mogelijk mensen mij kennen. Of dan vermom ik me ergens in het buitenland, als ik dat zeker wil weten. En dan ga ik gewoon met een karretje door een Albert Heijn, die heet dan anders natuurlijk, in het buitenland. Of naar Australië of Amerika. En dan ga ik gewoon boodschappen doen of een drogisterij inlopen. Of een auto rijden. Dat doe ik ook bijna nooit meer. Ik heb zo ooit wel eens een keer, een paar jaar geleden, weer een keer een dag een auto mogen huren. Dan rijdt er wel een auto van de DKDB voor en achter. Dus je hebt nog niet die vrijheid. Maar je zit wel in een auto. Dat heb ik al jaren niet meer gedaan. En het was net alsof ik in een vliegtuig zat. Ik wist gewoon niet meer waar die knopjes waar die allemaal voor bedoeld waren. Dat dashboard was zo gemoderniseerd. En ik rijd natuurlijk zelf geen auto meer. En wat is nou het ultieme gevoel van vrijheid? Ik denk voor heel veel mensen, overal in de wereld, is dat je in je auto stapt en gewoon ergens naartoe rijdt. Dat mis ik. Weet je. Ik heb nog steeds mijn TT.
Ik kan er geen afstand van doen. Ik heb er jaren voor gespaard. Ik had hem ooit gekocht. Hij staat nu in de kelder van het safehouse waar ik woon. Maar ik rijd er nooit meer in. Maar ik kan hem niet verkopen. Omdat ik nog steeds op zijn minst het idee moet hebben dat ik er morgen in weg moet kunnen rijden. Het kan niet. Het zou niet verstandig zijn. Maar ik wil wel nog het idee hebben dat ik dat kan doen. Hoe u wordt gezien in de media, dat zorgt er ook voor dat u ja, letterlijk doodsbedreigingen ook krijgt. Om een bepaalde toon die u ook aanslaat op Twitter. Hoe is het om daarmee te leven? Nou, dat komt niet zozeer door mijn toon hoor. Want weet u, de eerste bedreigingen, zelfs filmpjes waar ik werd onthoofd, waar dat werd nagespeeld. Die stamde nog uit mijn tijd dat ik nog Kamerlid was voor de VVD. En dan hebben we het over bijna 20 jaar geleden, waar ik Kamervragen stelde. Heel netjes, gewoon is die minister bekend dat toen nog de Alfourcade-moskee in Eindhoven geld kreeg uit terroristische hoek, uit een golfstaat. En weet die minister dat met dat geld ook het bestuur wordt benoemd en noem maar op. En dat leverde mij toen al bedreigingen op. Het kritiek hebben, of je nou een cartoonist bent of een journalist of een feminist in de Arabische wereld, kritiek hebben op de islam, staat de doodstraf op. Dat gaat niet om toon. Als je iets zegt wat in strijd is met wat de radicale mensen binnen de islam vinden, dan gaat je kop eraf. Dat is de straf daarop. Als een moslim zelf niet meer doet dan de islam verlaten, omdat die moslim vindt dat hij of atheïst of christ of weet ik wat moet, dan staat daar de doodstraf op. Dat is niet in het christendom, dat is niet in het jodendom, dat is niet bij het boeddhisme of bij het hindoeïsme, dat is bij de islam. Dat heeft niets met mijn toon of mijn dingen te maken, dat heeft te maken met wat je bekritiseert. Weet u, als ik kritiek zou hebben, wat ik niet heb, in ieder geval niet in die orde, op andere religies, dan was me dit allemaal niet gebeurd, dan had ik niet geen fatwa's en dodenlijsten en bedreigingen. Het heeft te maken, niet alleen met mij, of het nou, nogmaals, journalisten, cartoonisten, wie dan ook zijn, als je kritiek hebt op de islam, dan loop je gevaar. En heel veel mensen zeggen dan, en dat begrijp ik ook nog, van nou dan doe ik dat maar niet meer, want dat is het me niet waard om zo'n leven te leiden. En ik vind dat er ook mensen moeten zijn die zeggen, ja, daar trek ik me niks van aan. Ik moet de waarheid kunnen zeggen, ik moet in ieder geval mijn mening kunnen geven. En ja, die consequenties die heb je natuurlijk liever niet, maar dat mag niet een reden zijn om het niet te doen. Dus ik verzet me er tegen dat dat om de toon zou gaan. Het gaat om de kritiek op wie je het hebt. U bent met 20 zetels in 2017 de Kamer ingekomen, een enorme groei. Nu lijkt het een beetje in de peilingen te kelderen. Maakt u zich zorgen? Nee hoor. Overigens gaan we de laatste weken weer overal omhoog. We zijn bij de allerlaatste peiling van één vandaag, zijn we inmiddels weer, ik geloof, 2 of 3 zetels gestegen. 17 plus 1, ja. Er stond een paar weken geleden nog op 14, nu op 17 geloof ik. Dus dat gaat ook langzaam wel weer omhoog. Maar dat is ook helemaal niet erg. Er komen andere partijen bij, je krijgt concurrentie erbij. Dat is alleen maar goed. Moet je opnieuw nadenken over je standpunten, hoe je het verkoopt, wat je gaat doen. Het is altijd goed. Het is voor een bedrijf goed, het is voor een politieke partij goed. Tegenspraak wat u net zei is goed, concurrentie is goed. Je moet verder, je moet nadenken, je moet er wat mee omgaan. Ik ben ervan overtuigd dat wij in ons unieke verhaal en het lef wat we hebben om zaken aan de orde te stellen wat andere partijen niet doen of niet durven, of soms ook niet willen, dat kan ook nog, dat unieke geluid van ons verder gaat dan zetelaantallen, maar ook door heel veel mensen in toenemende mate zal worden gewaardeerd. Maar u maakt zich dus helemaal geen zorgen over bijvoorbeeld een Forum voor Democratie, die toch wel echt in de peilingen flink dichtbij u zelfs komen. Ja, nou in die peiling van één vandaag staan ze op 9 zetels, wij op 17, dus daar zijn we bijna 2 keer zo groot. Maar je hebt gelijk, bij andere peilingen zijn zij groter dan wij zijn. Ik lig daar geen seconde wakker van. Natuurlijk heb ik liever 100 zetels dan 3. Laat dat helder zijn. Ik zou jokken tegen u als ik zou zeggen dat dat niet zo zou zijn. Maar voor de rest interesseert het me helemaal niets. Ik doe mijn ding. En wat dat betreft ben ik eigenlijk de geboren antipopulist. Want ik roep over wat ik vind over islam en cultuur en immigratie, roep ik altijd hetzelfde. Ik kom natuurlijk met nieuwe ideeën, maar dat thema blijft hetzelfde thema. Dat pas ik niet aan, of het me nou wat kost, of dat het me nou wat oplevert, omdat ik vind dat het moet gebeuren. Dat het goed is voor Nederland en het behoud van onze vrijheid. Dus nogmaals, liever meer zetels dan minder, want dan heb je meer invloed en dan kan je meer doen. Maar als wij 50 zetels zouden hebben, of 3,
zou u van mij precies hetzelfde verhaal horen. Dus het is u alles waard om dit te kunnen bereiken? Nou, alles waard klinkt heel dramatisch, zo is het niet bedoeld. Maar ik weet dat het me mijn leven kan kosten. Ik weet, ik heb de afgelopen week, sinds ik bekend heb gemaakt dat ik met die cartoonwedstrijd ga beginnen. Ik denk al meer dan 150 doodsbedreigingen gehad uit alle hoeken van de wereld. Van Pakistan tot Indonesië tot weet ik wat dan ook. En daar zit ik niet op te wachten, maar dat gebeurt wel. En dat gebeurt omdat je iets doet wat binnen een bepaalde ideologie die wij importeren niet mag. En waar je, vind ik, je nooit bij neer mag leggen. En ik weet dat dat ooit mijn leven zou kunnen kosten. En dat is geen reden om het niet te doen. Want als we dat allemaal om die reden kritiek daarop zouden laten, ja, dan zou het heel slecht gaan met Nederland.